Je ziet ze wel eens ronddobberen in niks meer dan een rubberen opblaasband, de bellyboatvissers. Vandaag staan we daarom aan het Prinses Margrietkanaal in Friesland, waar Peter de Vries ons alles gaat uitleggen over deze spectaculaire visserij. Goedemorgen Peter. Goedemorgen Tiff. Je bent al aan het pompen, zie je? Ja, ik ben vroeg begonnen. Mooi, wat is het plan voor vandaag? We gaan vandaag bellyboat op het kanaal. Ik heb een extra bellyboat voor je meegenomen. Je krijgt wat uitleg van me en ik ga het je leren. Ziet er wel mooi uit. Kan erin geklikt worden. Upskee. Huppakee. Goed zo. Nou, we zijn er klaar, wat is. We gaan vis hangen. Ja, laten we gaan, man. Peddelen met die handel. En Peter, dat bellyboten, wat maakt het nou zo leuk? Nou, naast dat het heel effectief is, ben je gewoon echt één met de natuur. Je zit lekker in het water. Als je een vis vangt, heb je hem gelijk onder je. Het is een beetje extra spanning. En je geniet gewoon op een hele andere manier. Heel rustig. En dat maakt het mooi. Dus je zit echt bovenop de vis natuurlijk? Ja, je zit bovenop een vis. Je vangt hem recht onder je voeten weg. Ook op ondiep water zit je soms, nou ja, zoals we vandaag ook zitten, op 2 meter water. En daar vang je gewoon de vis weg. Nou, het is heel effectief omdat je heel rustig kan vissen. Je kan de controle heel goed houden over het vissen. En je kan op plaatsen komen waar andere mensen niet kunnen komen. En het heeft natuurlijk ook voordelen ten opzichte van een dure visboot. Ja, klopt. Het is in de beurs scheelt het ook heel erg. En in het vervoer ook. En een visboot is sowieso heel duur en je zou hem al op een trailer mee moeten nemen. Terwijl een beetje bellyboot kun je gewoon in de tas op de fiets meenemen. Ja, let op jongens, de gesloten tijd zit er weer aan te komen. En dat houdt in dat je vanaf 1 april tot de laatste zaterdag van mei niet op baars, snoekbaars en baars mag vissen. Met kunstaas, een dood aasvisje of een stukje aas. Dus let daarop. Ja, we varen nu toch een flink schip voorbij. Hoe zit dat met de veiligheid op zo'n kanaal? Nou ja, het is altijd goed om oogcontact te houden met de schipper. Dat hebben we net ook gedaan. Hij zag ons en wij zien hem. Je stroomt nooit naar de boot toe. Je stroomt er altijd met mee. Dus dat valt heel erg dat valt mee. Deze boot ligt vrij hoog in het water. Heeft weinig stroming. Maar ze liggen ook wel eens veel dieper. Dan kun je beter even vasthouden aan de zijkant. En voor de kijkers thuis, wat is nou eigenlijk de ultieme bellyboat tip? Een ultieme tip is om de bellyboat te benutten, is om niet in één lijn te gaan varen. Heel veel mensen denken van, nou, ik ga een stuk kant afvissen en dan ga ik in één lijn doen. Maar dat is verkeerd. Je moet de hele tijd achtjes gaan maken. En als je dat doet, vis je alle dieptes af en weet je gelijk waar de vis zit. Dan kun je de bellyboat echt heel makkelijk en goed benutten. Hangen Peter! Ja, super! Je eerste bellyboatvis. Ja, mooi man! Mooi snoekbaarsje. Ineens echt een tik erop. Mooi gezonde vis. Gaat hij weer zwemmen? Mooi man. Op naar grotere, oma. Ja. Hij wil al. Hoppakee. Super. Hop. Komt ie. Fijn weer. Ja, thanks man. En een Friese catering schuit zit er niet in zeker? Nou, we kunnen wel een kroeg gaan zoeken. Die hebben we wel verdiend volgens mij. Ja, volgens mij ook wel. Ik lust wel wat.